Som 19. En som 19 gaat over wortels weer. En je gaat nu herleiden, maar nu vooral ook met keer. We gaan gewoon eens kijken. We gaan gewoon beginnen. Daar beginnen we. Met vraag A. 2 wortel 3. 2 wortel 3. Keer 5 wortel 6 is gelijk aan. De tussenstap die ik nu opschrijf, hoeven jullie niet te doen. Denk ik. Maar het geeft je inzicht in het rekenen met wortels en keer. Nou, dan krijg je dus hier 2 keer 5 keer de wortel uit 3 keer 6. En ik verwacht dat jullie dat ook niet hoeven te doen. En dit wordt 10 wortel 18. En dit is echt zo'n som, hier even navragen. Wat moet je hiervan opschrijven? Want dat weet ik niet. Dat wisselt echt van docent tot docent. Dus dat moet je even navragen. Dan gaan we naar vraag B. 2 wortel 3 keer 5 wortel 3 is gelijk aan. Nou, we zetten hem even in andere volgorde. En nu zie je hier eigenlijk al staan wortel 3 keer wortel 3. Ja, wortel 3 keer wortel 3, dat is gewoon 3. Dus hier staat eigenlijk 2 keer 5 keer 3. Dat wordt 10 keer 3. En 10 keer 3 is 30. Dan gaan we naar vraag C. Beetje last van het licht, maar het kan nog net, denk ik. Ja. Oh. De zon schijnt hier precies binnen, dus daar heb ik een beetje schaduw, maar ja. De zon is ook wel gezellig. Zo, ja, het is van nog gezellige, vrolijke lichten op mijn tafel. Dat denk ik, ach. Keer 5 keer wortel 6. Nee, wacht even, dan begin ik weer te schrijven het verkeerde over. Daar heb ik wel vaker over. Weet je, dan zit ik in vraag 8, staat vraag 19 onder, maar ik vraag 19 of andersom. 3 wortel 3 keer wortel 27 is. Nou, hier doe je dus 3 keer wortel 3 keer 27. Die tussenstap hoef, verwacht ik niet. Deze tussenstap is wel verplicht. Deze moet je opschrijven. En dan krijg je dus 3 keer 9. Die tussenstap moet ook. En dan kom je dus uit op 27. Ik had natuurlijk al gezien dat dit 27 was, maar ik kan me voorstellen dat jullie dat niet zien. Dus, en sowieso, ook al zie je het meteen, toch moet je dan die tussenstappen opschrijven. Dat is zo jammer. En is het zo knap als jullie, tenminste voor mij is het natuurlijk niet knap, want voor mij is het normaal dat ik het in één keer zie. Maar voor jullie is het zo knap als jullie het zien. En dan is het zo zonde als je dan alles nog op moet schrijven. Wortel 2 in het kwadraat min wortel 25. Die wortels kun je niet samennemen, maar als je dit gaat kwadrateren, kom je uit op 2. Dus hier staat eigenlijk 2 min wortel 25. Maar wortel 25, die kun je uitrekenen. En dan krijg je dus 2 min 5 is min 3. Ik moet eventjes mijn andere bladzijde pakken. Dan gaan we naar vraag E. Zo, vraag E. 5 wortel 8 keer 3 wortel 8 is gelijk aan 5. Oh, daar gaat mijn pen in. Zonder mijn pen. Keer 3 keer wortel 8 keer wortel 8. Ja, wortel 8 keer wortel 8, dat is gewoon 8. Dus hier staat 5 keer 3 keer 8. En dat is 15 keer 8. En dan kom je uit op 80 plus 40, ofwel 120. En dan nog vraag F, en dan zit deze vraag er alweer op. Min 4 wortel 3 in het kwadraat. Dit was er zo eentje. Die in het kwadraat, die in het kwadraat. Ik vind het zo goed als ze hem eventjes tussen stoppen, even een stukje herhalen. Want als je steeds allemaal hetzelfde krijgt, dan doe je gewoon een hele som hetzelfde trucje. En daarom is het zo goed als ze even zo eentje tussen stoppen. Dit is min 4 in het kwadraat. Let op, de min gaat mee. Wortel 3 in het kwadraat. Het was namelijk de eerste in het kwadraat, zo, en dan de tweede in het kwadraat. En let op de haakjes. Oh, dit is 16. En dit wordt 3. Dus hier staat eigenlijk 16 keer 3. En 16 keer 3 is 48. Nou, dat was hem alweer. Gaat snel, hè, deze sommen. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!